Zo. Dat zijn we dan. We zijn vandaag in Eindhoven bij Studio Lauda, dit prachtige kantoorpand. En we gaan weer een podcast opnemen. Ja, superleuk. Was vorige keer echt leuk om te doen. Dus, ja, vond ik ook. De volgende. Ja, we hebben ook weer een vraag binnengekregen van Marianne. Hey Lisa en Mikey, waarom zou je een camera aanschaffen als je tegenwoordig ook met jouw telefoon in 4K kan filmen? Mijn eerste vraag aan jou is, waarom heb jij jouw camera gekocht? De camera die ik nu heb is niet mijn eerste camera natuurlijk. Hm. Maar ik ben begonnen met een actioncam. Als ik pas nog over nadenk, kom ik terug en denk van, oh ja, ik dacht eerst dat mijn eerste camera een Sony was, een oudere, maar dat was helemaal niet zo. Ik keek heel veel YouTube vroeger en het zag ik allemaal van die hele coole reisvideo's. Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En daar heb je, ik dacht, ik wil dus onder water kunnen filmen. Dus ik koop een actioncam. Ja. Als eerste. Ah. Ik was daarvoor niet echt met mijn telefoon aan het filmen of zo. Ik denk dat heel veel mensen daar wel mee beginnen nu. Ik ook. Ja. Maar nee, mijn eerste camera was een actioncam. Hmm. En toen merkte je op een gegeven moment dat je toch wel dingen miste. Ik wilde gaan vloggen en dacht ik van, oh, dat is wel leuk om een camera te kopen met zo'n schermpje. Zo'n vlogschermpje, zo'n kantelbaar scherm. Ja. Dus daarna ben ik een echte camera gekocht, maar niet eens met het idee erachter om echt betere video's te maken, maar gewoon met het idee van, oh, dan kan ik gewoon makkelijker mezelf zien terwijl ik aan het filmen ben. Dus je hebt eerst een actioncam gekocht en toen een echte camera. Ja. Ja, ik ben dus wel begonnen met filmen op mijn telefoon. Ja. Ik deed eigenlijk alles op mijn iPhone 6S, was het toen geloof ik. En toen zou ik dus een minor gaan doen in Lissabon, waar jij ook heen bent geweest, waar ik toen in ieder geval ingelood ben. Ja. En eigenlijk met dat geld wat ik toen heb overgehouden, doordat ik daarvoor uitgeloot ben, heb ik dus mijn eerste camera gekocht. Dat was ook gelijk de camera die we nu nog steeds gebruiken, de Sony A7 III. Ik wilde gewoon echt serieuzer aan de slag met fotografie en video. En toen heb ik dus mijn camera gekocht. Hoe ging dat bij jou? Ja, de reden dat ik eigenlijk die camera heb gekocht was omdat ik een YouTube kanaal wilde gaan starten. Toen al? Ja, toen al. Oh, cool. Dat was, die link die gaan we even niet delen in deze video, maar dat was de reden dat ik dus inderdaad professionelere video's wilde gaan maken voor YouTube. En ik dacht ook meteen dat met een professionele camera de kwaliteit van je video's heel erg omhoog zouden gaan. Maar dat was ook niet meteen het geval, want je moet je camera ook goed leren kennen. Ja, zeker. Ja, dat had ik in het begin ook. Dus. Ja. Dus, en bij jou, hoe is die overgang gekomen, zeg maar, van telefoon naar camera? Ik ben dus begonnen met filmen op mijn telefoon. Mm-hmm. Ik heb communicatie gestudeerd en in jaar 1 kregen wij de opdracht om... Ik heb communicatie gestudeerd. Ja, jij ook toch? Ja, toevallig. Toevallig. Vertel. Nou, in jaar 1 kregen we dus de opdracht om te gaan bloggen. Ja, klopt. En toen mocht je zelf een onderwerp kiezen en het moest iets creatiefs zijn. En ik had toen al wel interesse in fotografie en film. En ik dacht dus, daar wil ik iets mee gaan doen. Maar ik had toen alleen een telefoon. Toen ben ik dus een blog begonnen. Smartphones have cameras too. Want ik vond toen dat je kon ook prima met jouw telefoon foto's maken. Je kan prima met jouw telefoon video's maken. Ik heb ook een aantal video's gemaakt alleen maar met mijn telefoon. De reisvideo's, die zal ik nu even in beeld zetten. Ja, supermooie beelden. Valt gewoon niet te ontkennen. En zoals Marianne ook zegt, van waarom zou je eigenlijk een camera aanschaffen als je tegenwoordig ook met je iPhone in 4K kan filmen? Dat is precies wat ik toen ook dacht. Totdat ik dus beelden zag met een professionele camera, waarvan ik dacht, dat ga ik nooit met mijn telefoon kunnen krijgen. Dus toen was ik heel erg pro-telefoon, team-telefoon. En toen tijdens mijn stage hier bij Studio Lauda, waar we nu ook dus zitten op kantoor, toen ben ik eigenlijk meer in aanraking gekomen met echt fotografie en video met camera's. Omdat daar gewoon betere kwaliteit moet zijn. Die resolutie moest hoger zijn. Want 4K op een iPhone en 4K op de Sony A7 III is wel iets anders. Ja. En dat besef is bij mij wel pas later gekomen. Maar ik vind het wel grappig. Ik ben dus wel begonnen met mijn telefoon, maar jij niet. Nee, misschien een grappig feitje, maar ik had toen dus die camera, niet die actioncam, die camera daarna. Mm-hmm. En toen merkte ik al snel van dat ik geen slow motion kon filmen op die camera. Mm. En toen dacht ik van, bij de aanschaf van mijn nieuwe telefoon, van
oh, het zou wel handig zijn als die slow motion kan schieten, want dan kan ik mijn camerabeelden mixen met slow motion beelden van mijn telefoon. Oh, ja, jij ging er zo in. Dus ik ging het andersom doen, een soort van eigenlijk. Dus, dat is gek. Ja, dat was wel apart. Ja, je zag inderdaad dan wel dat die beelden van de camera gewoon beter waren dan die met de telefoon. Dus dat achteraf ook helemaal niet mooi. En toen kreeg ik dat besef, ja, ik moet gewoon echt een goede camera hebben die alles heeft gewoon. Ja. En heb je toen ook jouw camera gekocht? Ja, toen daarna heb ik dus mijn camera inderdaad gekocht, die dus alles had. En toen heb ik ook echt goede research gedaan van, toen wist ik ook meer wat ik wilde, zeg maar, omdat ik al lang mee bezig was van wat die camera al moest hebben. En dan zie je ook dat de telefoon toch wel een aantal dingen mist. Als jij nu antwoord zou moeten geven op de vraag van Marianne, van ja, waarom zou je een camera kopen als je tegenwoordig ook met jouw telefoon in 4K kan filmen? Wat zou je dan zeggen? Ik denk dat als je zeg maar net begint, dan is het wel een telefoon wel leuk om zeg maar mee te beginnen, om erachter te komen of het überhaupt iets voor jou is. Voor hobbyisten, voor je eigen vakanties vastleggen of leuke momenten, zeker. Is dat zeker prima om. Of als je kinderen hebt misschien. Ja, is zeker leuk en het is ook gewoon heel handig mee te nemen. Je pakt het zo uit de tas. Ja, dat is wel een voordeel. Je hebt meteen het moment natuurlijk, want je hoeft maar één ding te doen. En met een camera heb je toch meer handelingen. Ja. Dus een telefoon heeft zeker ook voordelen. Ja. Maar ik denk dat als je echt professioneel er iets mee wil gaan doen. Je kan niet echt aankomen met een telefoon. Nee, stel je gaat een trouwerij filmen en je komt eraan met je telefoon. Dan denk ik dat ze toch wel even een keertje kijken van, komt dat wel goed. Ja, zeker als ze jou veel geld betalen. Of als, Ja, nee, ik denk ook wel inderdaad wat je zegt, dat als jij begint met een telefoon, ik bedoel, die heb je waarschijnlijk al, ga ik even vanuit. Ja. Dus dat is een hele goede manier om te beginnen met maken van foto's en video's. Ja. Alleen ik denk wel als je dan ook iets serieuzer aan wil gaan pakken, dan zou ik wel meer naar een camera gaan kijken, omdat je daar toch meer opties mee hebt, een mooier plaatje hebt. En ik vind ook, een camera is ook een beetje een lifestyle, zo vind ik. Ja. Dus als wij op vakantie gaan, of toen wij nog niet samen waren op vakantie gingen, liep ik altijd met mijn camera aan mijn hand, echt altijd. En dan daar foto's van maken, dat doe ik met mijn telefoon toch minder, zo. Ja? Ja, met mijn telefoon, ik weet niet. Vind je het dan nu minder leuk of zo? Want je hebt het wel lang gedaan op je telefoon. Ja, klopt. Nee, ik gebruik hem nou eigenlijk alleen nog maar om te bellen. Wat eigenlijk voor bedoeld is. Ja, wat eigenlijk voor bedoeld is, ja. Ja. Maar jouw passie zeg maar voor foto en video is dus wel een beetje begonnen met jouw telefoon dan, of niet? Ja, nou, ik ben dus begonnen met editen in mijn Call of Duty tijd, zeg maar. Dus ik deed al editen, dus daardoor kon ik ook van mijn telefoonbeelden iets heel vets maken. En toen ben ik gestopt met gamen, dus deed ik niet meer editen. En toen ben ik later weer gaan fotograferen en filmen met mijn telefoon. Dus het is niet daardoor begonnen, maar ik heb het daardoor weer opgepakt eigenlijk. Oh, ja. Maar dat heeft het wel weer aangewakkerd en ook een boost gegeven dat ik ook ben gaan fotograferen en gaan filmen. Ja, nee, ik denk dat je telefoon, zeg maar, je creativiteit wordt daarin niet per se beperkt of zo. Je kan er best wel veel mee. Ja. Maar je beelden worden gewoon professioneler van een camera, zeg maar. Je kan ook compositie en zo, kan je ook mee bezighouden met een telefoon. Zeker. Allemaal. Je kan prachtige beelden maken met een telefoon, 100%. Ja. En daarom vond ik dit ook zo'n leuke video. Omdat, zeg maar, ik weet echt wel wat je met een telefoon kan. En dat het een hele mooie tool is om mee te beginnen eigenlijk. Ja. Alleen ik denk wel dat er wel een max aan zit. Ja. Ik denk ook als je op een gegeven moment die overstap wil maken naar oké, ik ga nu echt serieus en voor klanten werken en zo, dat je dan toch wel handig is als je camera gaat gebruiken. Ja, dat denk ik ook. Dus als ik jou zou vragen, voor wie is een camera geschikt? Een camera is geschikt voor de hobbyist die net wat meer eruit wil halen en zijn kennis wil vergroten, denk ik, over fotografie of video. Ja. Of die weer meer uitdaging zoekt. Die zijn hobby iets serieuzer wil gaan nemen. Ja, vanaf daar, zeg maar. Ja. En dan ga je ook naar de mensen die professioneel er zijn werk van gaan maken. Dan is het zeker handig om een camera te hebben. Ook al hebben ze toch ooit een keer een film geschoten, volgens mij, met een telefoon. Ja, sowieso. Ja. Dus het kan wel. Ik denk, ja. Ja, of je moet het echt helemaal jouw ding maken, of op een gegeven moment koop je een camera. Ja. Alleen ik denk dat iedereen moet bepalen wanneer dat moment geschikt is. Kijk, Marianne
zitten waarschijnlijk nu met deze vraag van, koop ik een camera, ga ik daarin investeren of film ik met mijn telefoon? Ja. En ja, ik denk dat je daar twee kanten mee op kan. Want als je een camera koopt, moet je waarschijnlijk ook lenzen kopen, geheugenkaartjes, statief, ja. Veel meer. Een telefoon is gewoon, je gaat filmen. En je kan natuurlijk ook tijd investeren in, hoe zien mijn beelden eruit, hoe zien mijn compositie eruit, om zo betere beelden te gaan maken. Maar dat is een beetje het level wat je zelf moet bepalen, denk ik, hoe ver je daarin bent. Ja. Kijk, en ik heb toen echt een goede camera gekocht in één keer en daar heb ik nooit spijt van gehad. Nooit. Nee. Gewoon tot op de dag van vandaag, gewoon beeld hoe dit er nu uitziet, hoe jij er nu uitziet. Ja, ik denk zo mooi. Ja. Zo'n mooie beeldkwaliteit en gewoon, daar gaan we nooit aan de telefoon kunnen halen. Nee. En, ja, ik zeg nooit nooit, maar in ieder geval op dit moment is dat gewoon. Op dit moment gewoon niet, nee. Nee. En ze worden natuurlijk steeds beter, telefoons. Ja. Die beelden worden ook steeds beter. Je hebt nu zelfs 8K. Ja. Alleen, ja, we zijn net ook al, 8K op een telefoon of 4K op zo'n echte goede camera, scheelt gewoon nogal. Ja. Ja, het is gewoon inderdaad waar je zegt, ik vind het ook gewoon veel leuker om met mijn camera op pad te gaan om iets vast te leggen dan met mijn telefoon. Want ja. Op je telefoon doe je er toch minder mee. Ja, ik ga niet helemaal naar mijn instellingen kijken en alles manueel zetten. Dan vind ik op mijn telefoon toch minder leuk of zo. Ja. De camera heb je echt iets vast en is gewoon veel, heb ik gewoon veel meer plezier. Ja, en je bent ook even niet met je telefoon bezig. Ja, dat is natuurlijk een goeie. Je kan niet gestoord worden via je camera eigenlijk. Nee, dus ja, je bent gewoon lekker helemaal in de zone, mooiste beelden maken, mooie composities, lekker filmen. Ja, ja, precies. Oké, dus even als conclusie. Waarom zou jij een camera aanschaffen als je ook gewoon met je telefoon in 4K kan filmen? Ik zou een camera aanschaffen als ik zeker zou weten dat ik er ook echt iets mee ging doen. Dus als ik het echt serieuzer aan zou willen gaan pakken. Dus ik zou geen camera aanschaffen totdat ik dat punt heb bereikt van ik wil echt een camera aanschaffen. Want tot die tijd kun je prima video's maken met je telefoon en gewoon lekker leren en gewoon kijken of het echt iets is wat je wil. En wanneer je echt een camera aan wil schaffen, dan weet jij dat je een camera aan wil schaffen. Ja. Dan zit je daar al maanden naar uit te kijken, dat had ik tenminste. Ja, true. En ook toen ik hem eenmaal had, toen wilde ik ook lenzen erbij gaan kopen. En toen was ik al maanden bezig ook met welke camera ga ik kopen, welke lenzen past daarbij, hoe kan ik betere beelden maken. Dus als je dat pad in wil gaan, dan ga je een camera kopen. Ja. En dan zou ik ook gelijk echt een goede camera kopen. Ja. Dus zeg maar niet beginnen met een tussenmodel, maar gewoon echt een goede kopen. Dat zou ik persoonlijk doen. Mm-hmm. Voel jij dat het klaar is om je camera te kopen? Koop je camera. Ja, inderdaad. Het is wel een goede waar je zei van, je weet echt wel als je dat wilt. Dan, ja. Want dan ben je alleen maar naar camera's aan het kijken. Ja, tot die tijd gewoon niet doen en gewoon lekker met je telefoon dingen maken. Ja, ja, precies. Ja. Ik vond het wel een hele leuke vraag van Marianne. We hebben dat natuurlijk ook al vaker over gehad. Ja. En ook leuk om weer in zo'n podcast-stijl een video te maken. Ja. Ja, dus heb jij nog een leuk onderwerp waar je ons graag over wilt discussiëren? Let us know. En dan komt het misschien terug in de volgende podcast. Ja. Ja, je kan gewoon een reactie achterlaten onder deze video. Ja. Op het moment dat jij naar deze video kijkt, zijn wij in België in een boomhut aan het slapen. Wij gaan naar Boomkamp en Vlotkamp. Supermooie klus. Daar komt ook een hele leuke vlog en een soort travel film aan. Dus de komende uploads op dit kanaal worden echt weer supergoed. En volg ons vooral even op Instagram, want dan zal je wel behind the scenes zien van deze reis. Ja. @lisa.mikey. En we hebben trouwens 250 abonnees gehaald. Ja, oh ja. Oh. Zijn de confetti vergeten. Ja, we zijn de confetti vergeten. Oh, ging echt snel. Maar daar willen we jullie nog even voor bedanken. Ja, dus echt vanuit de grond van ons hart, dankjewel voor 250 abonnees. Op naar de 1000 abonnees. Ja. Die willen we dit jaar nog gaan halen. Ja, dat is onze volgende mijlpaal. Ja, dat is ons grote doel. We weten niet of we het gaan halen, maar ja, jij kan ons daarbij helpen. Dus